Ja, Patrick, 3 op een rij. Hoe blij ben je met deze titel? Ja, heel blij. Een heel lekker gevoel. En ook een goed gevoel dat het gewoon weer zo gaat als dat het hele seizoen is gegaan. Dus ik ben gewoon onwijs blij. Is het vooral een opluchtend gevoel? Zo kun je het wel noemen. Want ik ging best wel zenuwachtig dit weekend in, omdat ik niet precies waar ik wist waar ik stond. En ik ben heel opgelucht dat het gewoon zo gaat zoals het hoorde te gaan voor mij. Wat was het voor het toernooi voor jou? Een heel mooi toernooi. De 500 was ik zelf niet helemaal tevreden over gisteren. De 5 kilometer wist ik dat alweer mooi goed te maken. En vandaag was gewoon weer een hele goede dag voor mij. Met ik denk mijn beste 1500 van het seizoen. Waardoor ik een mooie voorsprong had op de rest. En daarna nog even alles kon geven op de 10 kilometer en die titel veilig kon stellen. Ja, want na de eerste dag had je eigenlijk al een ruime voorsprong. Hoe zeker was je eigenlijk al van je zaak na dag 1? Ik ben er nooit helemaal zeker van. Sverre die kan ook gewoon een hele goede 1500 rijden. Dus je weet, als je een klein foutje maakt, dan is een seconde snel dichtgereden. En daar wilde ik gewoon alles aan doen om dat te voorkomen. En ik was blij dat het lukte en dat ik nog 16 op hem wist te winnen. Wat was de sleutelafstand van het weekend, denk je? Voor mij is dat wel de 5 kilometer gewoon geweest. Omdat ik daar altijd moest goed maken op Sverre. En dat ook goed lukte en dat ik nog een seconde overhield voor de 1500. Dat is de tweede keer dat je in Hamar op het podium staat op het WK Allround. Hoe speciaal is Hamar voor jou? Ik vind het gewoon heel mooi om hier te rijden. Er hangt ook gewoon een goede sfeer in de hal. Dus voor ons is het gewoon genieten om hier in het toernooi te rijden. Ja, en heel veel fans, hè, op de tribune zitten. Ja, klopt. Ik heb een hoop familie en vrienden hier ook. Dus dat is natuurlijk ook wel extra mooi dat die er hierbij zijn. Waar ga je deze medaille nu bewaren? De kans is dat hij wel weer op de boerderij terecht komt bij mijn ouders. Daar laat je hem altijd? Ja, daar laat ik wel de meeste medailles. Dankjewel.